In de studio Diemer de Vries, portefeuillemanager bij vermogensbeheerder Optimix. Diemer, welkom. Geflankeerd door Corné van Zijl, stratege bij vermogensbeheerder Actiam. Heren, ja, Diemer, wat viel jou op deze week? Nou, laat ik het een keer niet over het oorlogsnieuws hebben, maar over Elon Musk. Nou, die valt wel vaker op met tweets over Tesla, waardoor de koers beweegt. Dit keer was het niet een tweet, maar ging het over Twitter zelf. Heeft hij een belang ingenomen? Mm-hmm. Hij neemt ook plaats in de directie. Dus hij wil meer invloed hebben op het bedrijf. Ja, de koers die schoot daarop 30% omhoog. Dus ja, de man blijft toch het nieuws halen. Ja, drijfveer, enig idee? Ja, hij klaagt altijd dat hij Twitter niks vindt. En nu denkt hij, nou, het klagen heeft geen zin. Ik koop het wel en ik ga het zelf wel veranderen. Corné, wat viel jou op deze week? Ja, vooral de reactie van mevrouw Brainard. Die zie je hier. Dat is een duif. En een duif staat voor dat ze een los monetair beleid heeft. Van niet te hard op de rem trappen. Mm-hmm. En die zei opeens deze week van nou, ik vind eigenlijk dat we in mei, tijdens de meivergadering, al met QT moeten gaan beginnen. Dat betekent dat ze dus de balans die ze hebben met allemaal van die obligaties moeten gaan afbouwen. En dat zorgt voor opwaartse druk op de rente. En dat is wel opmerkelijk. Dus ze is van duif naar een havik gegaan. Van de ene kant van het spectrum helemaal naar de andere kant. En dat vond ik wel erg spectaculair. Ja, als zelfs duiven haviken worden, dan betekent dat maar één ding. Die rentes die gaan omhoog, begrijp je? Ja. En dat hebben we ook gezien afgelopen week en eigenlijk afgelopen maanden al heel erg omhoog. We zien hier de Duitse Bund op de grafiek. En dan zie je heel duidelijk dat we al een heel procent rentestijging voor onze kiezen hebben gehad. Mm-hmm. En voor obligatiemarkten klinkt het niet veel, maar is het heel erg veel. Het is echt een slachting op de obligatiemarkt geweest. Daar zijn toch wel nodige zweetdruppeltjes gevloeid. Ja, volgens mij de rente in Amerika gaat omhoog. En deze week, dat doet me ook aan denken, huizenprijzen in Nederland licht gedaald. Hangt dat allemaal met elkaar samen? Ja, rente is een belangrijke factor. Niet de enige factor voor de huizenmarkt. Ook werkloosheid en consumentenvertrouwen zijn belangrijk. Maar de rente, ja, heel simpel. Iemand die nog net een huis kan kopen bij een lage rente. En als de rente omhoog gaat, kan die net niet meer kopen. Betekent een vraag minder naar huizen. En dat betekent dus druk op de prijzen. Stijgende rentes heb ik ook geleerd in dit programma. Betekent ook voor de aandelenmarkten niet veel goeds. Winter is coming, zou ik bijna denken. Maar dat gaan we in de gaten houden. Laten we even kijken naar de AEX. Dicht bij huis, ja, die heeft zich deze week ook niet heel erg positief ontwikkeld, als ik dit zo zie. Reageert natuurlijk veel sneller op marktontwikkelingen dan die huizenprijs. Dus de huizenprijs zou ik nog niet zeggen. Winter is coming. Aandelenmarkt, ja, zie je veel sneller dat nieuws opgenomen wordt in de koers. Laten we een klein beetje uitzoomen. De afgelopen tijd hebben we ook technisch gekeken naar de AEX. Welke beweging zien we hier? Daarvoor schakelen we naar Pim. Wat zie jij technisch gebeuren op de AEX-index? Nou, het is altijd leuk om even weer terug te kijken wat we een tijdje terug zagen. We hebben veel met Steven van Bux het over technische analyse gehad. 2 weken geleden hadden we deze grafiek. We zagen hier aan deze kant een enorme weerstandslijn. En we zagen ook een hoofd-schouderpatroon. Dat zien we hier. Hier is het hoofd-schouderpatroon. En dat was best wel een bullish, een goed teken dat de beurs zou kunnen uitbreken. Laten we eens kijken wat er ook is gebeurd dan die 2 weken daarna. En dan zien we inderdaad hier weer diezelfde lijn. En we zien inderdaad dat het hier langzaam aan het uitbreken is gegaan. Dus het was inderdaad een positief signaal. En klassiek, we hebben ook nu een terugtest. Dus we testen of deze weerstand nu een steun is geworden. Dus dat is heel belangrijk deze weken. Dus een soort make or break. Dus ik ben benieuwd wat jouw gasten hebben denken. Make or break? Nou ja, wat vinden jullie van? Jullie zijn allebei geen technisch analisten. Kijken breder dan de AX. Maar toch, je moet wat zeggen. Make or break, wat denk je? Make, denk ik. Kijk, we krijgen van de volgende week weer de kwartaalcijfers. Tuurlijk wordt de impact van de oorlog daarin meegenomen. De hogere rente. Maar ik denk dat de kwartaalcijfers van de beursgenoteerde bedrijven goed gaan zijn. En dat nog wel een impulsje aan de beurs gaat geven op korte termijn. Corné, eens? Nee, ik sta aan de breakkant, omdat die rente veel te hard gestegen is en te veel voor dit soort koersen. Ik denk wel dat het cijferseizoen goed zal zijn, maar de bewoordingen die erbij horen, ik denk dat die wat aan de sombere kant zijn en dat daar beleggers niet zo goed tegen kunnen.